Waarom doen we mee met de ALS? Eigenlijk door toeval. Ik ben in contact gekomen met Ineke Zaal van de stichting ALS. En ze vroeg mij of wij sponsor wilden worden van de Tour de ALS. Dat heb ik spontaan ja op gezegd. Me niet beseffende wat het allemaal in zou houden. Mijn relatie met Theo, of onze relatie met Theo, is eigenlijk per toeval tot stand gekomen. Dat wij via de stichting ALS hebben gehoord dat Theo graag met zijn vrienden en familie toch nog een keer de Tour de ALS zou willen fietsen. En toen hebben we gezegd, oké, we gaan het team omarmen, we gaan het faciliteren en we gaan ook ons eigen team, vanuit het bedrijf, de medewerkers, wij sluiten ons aan bij het team en we gaan gewoon die verschrikkelijke berg op. En al gaandeweg in het traject naar de eerste Tour die we vorig jaar gefietst hebben, ga je pas beseffen wat het allemaal wat het inhoudt. En hoe belangrijk het is ook dat we het doen. Ik krijg er gewoon heel veel energie van. En gewoon dat ik weet dat ik dit mag doen, dan zit ik gewoon veel beter in mijn vel. Ja, ik ben soepeler. Het lijkt wel of het allemaal veel makkelijker gaat. Krijg ik gewoon met zo'n beeld energie van. En dat doet me goed. De beste reden om te sponsoren, er zijn er twee. En de eerste is omdat er heel veel geld nog ingezameld moet worden. Omdat de oplossing nabij is. Dat is één. En de tweede is, als je zoiets doet en je kunt je team hierop laten aanhaken, dan heb je de beste teambuilding actie ever. En daarvoor moet je gewoon hier naartoe komen.